Goed, en bij mij in de studio Cathy Koedizer van NVA. België vraagt een uitzondering op het verbod van neonic, een insecticide voor de bietenteelt. Waarom vindt ons land dat zo belangrijk? Neonicotinoïden zijn zeer gevaarlijk, vooral voor de bijen. Ze doden eigenlijk de bijen. De bijensterfte in België is al zo groot en bijen zijn absoluut belangrijk, zowel voor ons leefmilieu als voor de landbouw. Maar waarom wil ons land nu dat verbod dan even opheffen? Het is Europa die eigenlijk nu een verbod op neonicotinoïden heeft ingesteld. En wij verwonderen ons erover dat de federale minister inderdaad een uitstel vraagt van, en hij heeft het ook gekregen, van 120 dagen. Want daarmee geef je eigenlijk een verkeerd signaal naar de sector toe. Dus dat betekent 120 dagen mag dat product wel nog gebruikt worden, ondanks het feit dat het zeer schadelijk is voor bijen en honden. Ja, absoluut. En het is eigenlijk al, het is ook niks nieuw. Sinds 2013 al spreekt men van een totaalverbod op neonicotinoïden. Dus men heeft eigenlijk ook al 5 jaar de tijd gehad om alternatieven te gaan vinden, waarmee dan ook de bietenteelt vooruitgang kan boeken. En het verwondert mij nu, één, dat we die uitzondering vragen. Men vraagt eigenlijk een stukje uitstel. Men krijgt dat ook, 120 dagen. Maar als men al 5 jaar tijd heeft om alternatieven te zoeken, dan geeft men nu een verkeerd signaal. Want de vraag blijft, zal men in die 120 dagen nu een goed alternatief hebben? En uit mijn vraag in de commissie hoor ik toch van de minister dat men twijfelt of men binnen 120 dagen een alternatief heeft, of alternatieven in het algemeen. En ja, wat gebeurt er dan na die 120 dagen? Kan ons land opnieuw een uitzondering vragen? Dat is koffiedik kijken en het is een federale bevoegdheid. Maar ik ga ervan uit dat als de minister eenmaal een uitzondering vraagt voor 120 dagen, omwille van het feit dat er geen alternatieven zijn en dat dat een koste is van de bieten- en de sigarijsector onder andere, ja, dat men binnen 120 dagen geen oplossing uit de hoed getoverd heeft en dat men dan wellicht opnieuw uitzonderingen zal vragen. De vraag is of dat kan. Het is ook Europa die dat zal beslissen. Maar ik vind het absoluut een fout signaal. Dat verbod op neonicotinoïden zat er al 5 jaar aan te komen. We hadden kunnen alternatieven vinden. We hebben ze op vandaag nog niet. En ik beweer ook niet dat onderzoekscentra daar geen inspanningen voor gedaan hebben. Maar nu zeg je, ja, we gaan van uitzondering naar uitzondering. Dat is een totaal verkeerd signaal. We zijn daar wat nonchalant in, zegt u. Nochtans in Duitsland bestaan er wel alternatieve producten, heb ik begrepen. Ja, dat hebben wij ook gelezen, dat Duitsland wel degelijk alternatieven heeft. Dus we zouden vanuit ons land, en zeker vanuit Vlaanderen, kunnen kijken welke alternatieven dat zijn in Duitsland, of die werken, of men daar al impactstudies heeft. En we zouden ook kunnen vergelijken of die oplossingen die men in Duitsland heeft, ook in Vlaanderen mogelijk zouden een oplossing zijn. Want voorlopig zegt de FOD Volksgezondheid dat de alternatieven nog schadelijker zijn. Dat beweert men, maar aan de andere kant hebben we die 1500 onderzoeken en rapporten van de EFSA die zeggen hoe schadelijk neonicotinoïden zijn voor de bijen. Ja, dat zijn geen studies om zomaar onder de mat te vegen en die geven aan dat we echt wel die neonicotinoïden moeten gaan verbieden. Europa neemt nu ook die beslissing en dan vind ik het als lidstaat België zeer verwonderlijk dat we toch nog 120 dagen uitstel heeft. En waarbij we na die 120 dagen wellicht nog altijd in dezelfde situatie als vandaag zullen zitten. Ja, het is eigenlijk een beetje het glyfosaatverhaal, hè? Dat is dansen op twee benen. Want glyfosaat verboden voor particulieren, maar nog altijd niet voor land- en tuinbouwers. Dat klopt en daar stel ik vast dat minister Schouwvliegen, die Vlaams minister is, wel degelijk bij federaal is gaan aankloppen om daar een mouw aan te passen. En dat we ook hier toch verschillende keren in het Vlaams parlement vanuit onze fractie gevraagd hebben om ook nu in het verhaal van de neonicotinoïden bij de federaal minister Ducarme aan te kloppen om echt nu dat totaalverbod in te voeren, ook als belangrijk signaal.
En dat we vandaag vaststellen dat mevrouw Schouwvliegen dat niet gedaan heeft. En ook vandaag nog altijd zegt, het is een federale bevoegdheid. En eigenlijk ook geen probleem maakt van het feit dat minister De Carme, de federaal minister, die inderdaad bevoegd is, toch die uitzondering aangevraagd heeft en ook gekregen heeft. Waarmee ze eigenlijk aangeeft dat ook voor haar dit een goede oplossing is. Dus het antwoord van de minister was absoluut stelde u niet tevreden? Nee, ik blijf op mijn honger zitten om twee redenen. Eén, waarom gaan we echt niet aandringen bij het federale niveau om nu dat verbod door te duwen eigenlijk ook? En twee, om uit alle mogelijke middelen die er zijn in te zetten op het zoeken naar die alternatieven of in elk geval naar oplossingen die minder schadelijk zijn. Ja, want bijen en hommels zijn wel degelijk nodig ook voor onze natuur. Die zijn absoluut noodzakelijk. Dat is niet alleen wij die dat zeggen, dat wijst elk onderzoek aan. Wij hebben die bijen nodig, zowel voor onze landbouw als voor ons leefmilieu. En wij moeten nu echt die transitie naar die duurzame landbouw eigenlijk gaan inzetten. Oké, dankjewel Cathy Koedieser van N-VA. Dankjewel. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.